Dag allemaal, ik ben Hanneke Thuishof. Ik ben vakdidacticus geschiedenis bij de Graduate School of Teaching. En ik presenteer dit filmpje aan jullie. Dit filmpje gaat over het vakdidactisch ontwerponderzoek in het kader van de cursus vakdidactiek 2. Hoe pak je dat vakdidactisch ontwerponderzoek nu aan? Dit is de opbouw van dit filmpje, van dit gefilmde college. Waar staan we ook alweer? Ga ik zo meteen met jullie even kijken naar de planning en de informatie die je al gehad hebt, jullie voorkennis. Daarna ga ik in op wat is eigenlijk vakdidactisch ontwerponderzoek doen, wat zijn de kenmerken daarvan. Ik ga jullie een casus laten zien en aan de hand van die casus bespreek ik een aantal kenmerken van vakdidactisch ontwerponderzoek en geef ik ook tips voor hoe je het kan aanpakken. Ik ga even specifiek in op hoe je informatie kunt verzamelen, hoe je je ontwerp kunt evalueren. En ik zeg iets over de beoordeling en de planning van dit vakdidactische ontwerponderzoek. Waar staan we ook alweer? Dit is de tijdlijn van het vakdidactische ontwerponderzoek voor jullie, de augustusstart van 2020. Jullie zijn in eind augustus gestart met een clustercollege waar alle gamma-studenten bij elkaar zaten. En jullie hebben op 6 oktober een introductiecollege gehad door Tim Favier, mijn collega aardrijkskunde. En die heeft verteld wat ontwerponderzoek is. Hij had een kennisclip voor jullie en een college. Begin oktober heb je rond dat college heb je ook contact met je vakdidacticus gehad over de voorlopige opzet en het ontwerp dat je gaat maken. Je hebt daarvoor af en toe al gesproken met je vakdidacticus waarschijnlijk. En rond begin oktober heb je afspraken gemaakt over die voorlopige opzet. En dat is handelingsdeel 2 in de cursus vakdidactiek. Uiterlijk eind oktober, dat is echt de uiterlijke datum. Je kunt de precieze datum met je vakdidacticus afspreken. Maar uiterlijk eind oktober moet er een definitieve opzet zijn van je ontwerponderzoek. En dat is handelingsdeel 3 van deze cursus. Dan ga je in november en december een ontwerp maken, eventueel uitvoeren, je gaat het evalueren, informatie verzamelen en je gaat een verslag schrijven. En op 12 januari geef je een pitch over je onderzoek. En dat is handelingsdeel 4 in de cursus vakdidactiek 2. En op 17 januari lever je dan het hele verslag in. En misschien krijg je tijdens die pitch nog feedback, waardoor je je verslag nog kan stroomlijnen. Nou, wat is dan dat vakdidactisch ontwerponderzoek? Mijn collega Tim Favier heeft in zijn kennisclip en ook op 6 oktober al duidelijk gemaakt wat kenmerken van het ontwerponderzoek zijn. En een belangrijk kenmerk is dat het heel dicht bij de praktijk van docenten staat en dat het ook die authentieke praktijk als uitgangspunt neemt. Maar je bent niet alleen als docent naar die praktijk aan het kijken. Je kijkt zowel als docent als onderzoeker naar die praktijk. En dat is ook wat we graag willen bereiken in deze educatieve master en de eerste graadse module. Je gaat als docent iets ontwerpen en je gaat het begrijpen of verklaren als onderzoeker. Dus als docent ontwerp je vanuit doelen of een vraag die je hebt een didactische activiteit, dat kan een mysterie zijn, een werkvorm, een les, een opdracht. Wat jij wilt of wat past bij jouw doelen of vraag. Je kunt ook een curriculum ontwerpen, een gedeelte van een curriculum ontwerpen of een curriculum analyseren. En als je dat gedaan hebt, ga je vervolgens met leerlingen, collega's of deskundigen in gesprek over wat jij ontworpen hebt. Dat doe je als docent. Ontwerpen en evalueren en in gesprek gaan met leerlingen en collega's of deskundigen. Maar je hebt ook een onderzoekersrol of bril op. En dan ga je proberen wat daar is gebeurd in dat ontwerpen en de evaluatie daarvan, ga je proberen te begrijpen of te verklaren. En je doet dat door vakliteratuur te raadplegen en de ervaringen, het ontwerp in de context van de vakliteratuur te plaatsen. En je gaat dat systematisch analyseren. Dus de informatie, de evaluatiegegevens, ga je proberen systematisch te evalueren en daar conclusies aan te verbinden. Of aanbevelingen voor de praktijk. Dus kenmerk van vakdidactisch ontwerponderzoek is dat je
je eigen praktijk, je eigen vragen als uitgangspunt neemt, maar daar wel ook een onderzoekersblik aan toevoegt. Nou, ik wil jullie de kenmerken van vakdidactisch ontwerponderzoek nog verder duidelijk maken door een casus met jullie te bespreken. En die gaat over Pieter. Pieter is een student die ik al in zijn tweede graads lerarenopleiding ontmoet had. Hij is daarna gaan lesgeven, kreeg heel veel verantwoordelijkheden op zijn school en ging nog de eerste graads module doen. Maar hij had een flinke baan, wilde die eerste graads module wel graag doen, maar had eigenlijk niet zoveel ruimte in zijn hoofd en in zijn agenda. En hij zag een beetje op tegen dat onderzoek doen. Nou, ik ga jullie laten zien hoe Pieter vanuit zijn praktijk als docent tot een ontwerponderzoek is gekomen. En daarbij bespreek ik 5 uitgangspunten of kenmerken van vakdidactisch ontwerponderzoek. Nou, een eerste uitgangspunt voor ontwerponderzoek is dat onderzoeksvragen in de schoolpraktijk voor het oprapen liggen. Als we nou naar Pieter kijken, Pieter houdt van het spelen van games en hij ziet dat zijn leerlingen moeite hebben met historisch redeneren. En hij heeft de vraag gesteld, zou het spelen van games historisch redeneren kunnen bevorderen? Dus hij pakte zijn eigen ervaring met games en hij pakte zijn situatie, zijn vragen op school. Tweede kenmerk van vakdidactisch ontwerponderzoek is dat de complexiteit van het onderwijs geen probleem is, maar een uitgangspunt voor vakdidactisch ontwerpen. Onderwijsonderzoekers vinden het vaak lastig dat er veel variabelen zijn in het onderwijs en dat het ethisch ook lastig is om met controlegroepen bijvoorbeeld te werken. Bij ontwerponderzoek nemen we juist die complexiteit van het onderwijs als uitgangspunt en zien dat niet als probleem. We nemen al die variabelen gewoon mee. Pieter is mentor van HAVO 4. En zoals jullie weten is HAVO 4 een hele heterogene klas. Er zitten vaak doubleurs. Er komen leerlingen die al een VMBO-examen hebben gedaan. Er komen leerlingen van het VWO. Er zitten ook leerlingen van 15 die gewoon via HAVO 3 gekomen zijn. Pieter neemt de heterogeniteit van zijn mentorklas als uitgangspunt van zijn onderzoek en gaat ook kijken of die games voor verschillende soorten leerlingen in zijn klas een andere rol zouden kunnen spelen. Omdat het zijn mentorklas is en hij een goede band met ze heeft, zijn de leerlingen zelfs bereid om buiten de les games te spelen. En Pieter ontwerpt opdrachten bij 2 games die volgens hem historisch redeneren bevorderen. Dus hij neemt zijn praktijk en zijn vragen als uitgangspunt. Een derde kenmerk of uitgangspunt. Elke opdracht levert data op en is daarmee een onderzoeksinstrument. Elke opdracht of werkvorm die een docent maakt, levert informatie op en is daarmee ook een mogelijk onderzoeksinstrument. Pieter heeft een bronnenopdracht gemaakt met daarin opdrachten bij de thema's van de games. En de leerlingen spelen dus een stukje van de game en maken opdrachten die hij gewoon vanuit zijn ervaring als docent heeft gemaakt. Ze maken de opdrachten, ze spelen een stukje van de game en mogen daarna de opdrachten aanvullen. En sommige leerlingen zijn in een interview bevraagd op hun leeropbrengsten. Dus er zijn de opdrachten van voor de game, de aangevulde opdrachten van na de game en interviews met leerlingen. Deze opdrachten had Pieter ook gewoon in zijn les kunnen doen, maar hij heeft ze nu als onderzoeksinstrument gebruikt. Iets anders bij ontwerponderzoek, wat handig is om je te realiseren, dat het analyseren van data of het analyseren van informatie eigenlijk lijkt op nakijken. Het kan bij een ontwerp wat je gemaakt hebt belangrijk zijn om goede informatie over het leerproces van de leerlingen te krijgen. En dan ga je antwoorden en ervaringen en opbrengsten van leerlingen evalueren. Als je die systematisch wilt bekijken, dan noemen we dat in onderzoekstaal coderen. En je kiest dan categorieën op grond van theorie die je gelezen hebt, of je kiest categorieën op grond van wat je aantreft of vanuit je eigen ervaring. Dus
eigenlijk ben je aan het nakijken en de opbrengsten en de ervaringen van de leerlingen ben je aan het duiden. Maar als onderzoeker koppel je daar dan nog categorieën aan. Eigenlijk alsof je punten toekent aan een antwoord. Dus wat onderzoekers vaak coderen van informatie noemen, dat is eigenlijk te vergelijken met wat een docent bij nakijken doet. En een aantal van jullie zullen dit dus gaan doen met de opdrachten of de gegevens die leerlingen opleveren. En een vijfde uitgangspunt is dat collega's en leerlingen meer zijn dan respondenten. Onderwijswetenschappers willen graag proefpersonen en deskundigen gebruiken, maar een docent ziet leerlingen als gesprekspartners en kan ook heel veel leren van het gesprek met die leerlingen en ook veel leren van het betrekken van collega's bij het onderzoek. Nou, als we even kijken weer naar Pieter. Pieter heeft met zijn leerlingen overlegd hoe hij zijn onderzoek zou aanpakken. En ook in tijden van corona kunnen leerlingen met creatieve oplossingen komen. Hij heeft zijn opdrachten voorgelegd aan zijn collega's voor advies. En hij heeft de uiteindelijke resultaten ook voorgelegd aan collega's en leerlingen. Dus gebruik collega's en leerlingen zoveel mogelijk bij je onderzoek als kan. Nou, dat ontwerponderzoek dat draait dus om het maken van een opdracht of een les of een curriculum of het analyseren van een curriculum. Maar vervolgens moet je dat ontwerp ook evalueren. En hoe verzamel je nou informatie om goed te evalueren? Je hebt een onderwerp bepaald en een vraag gesteld. Je hebt iets ontworpen. En je kunt dan vervolgens dat ontwerp voorleggen aan collega's of zelfs aan leerlingen of deskundigen. Dat levert ook alweer informatie op. Vervolgens voer je het ontwerp eventueel uit. Je verzamelt informatie over die uitvoering of je probeert op een andere manier je ontwerp te evalueren. Dus dan verzamel je informatie om te evalueren. Vervolgens ga je de informatie analyseren en interpreteren en ga je de resultaten communiceren. Maar hoe evalueer je nou je ontwerp? Je gaat leerlingen, collega's, deskundigen schriftelijk bevragen. Dat is één manier. Er staan hier ook een aantal voorbeelden. Vragenlijsten, schema's, tekeningen. Je kan natuurlijk ook op andere manieren bevragen dan via een vragenlijst. Mondeling bevragen van leerlingen, collega's of deskundigen. Dat kan met interviews, maar ook een gesprek met de klas waar je de conclusies van noteert. Ook leerlingen een hardop denken protocol laten doen. Je kunt observeren van gedrag. Je kunt je eigen gedrag in een logboek bijhouden. Je kunt een collega laten observeren of een leerling of een opname maken. En je kunt bestaande documenten gebruiken die op school er al zijn. Dit zijn vier soorten van informatie die je kunt verzamelen. Het mooiste is als je een ontwerp op meerdere manieren evalueert. Dus meerdere groepen gebruikt om het ontwerp te verbeteren en te evalueren. Of meerdere manieren om informatie te verzamelen. Want daar wordt je onderzoek krachtiger van. Nou, hoe gaan we dit nou plannen en beoordelen? Hier is weer even die tijdlijn. Je bent nu bezig met je definitieve opzet te maken, handelingsdeel 3. Je gaat een ontwerp maken. Je gaat het eventueel uitvoeren, evalueren. Je gaat de pitch geven. En er moet een goed verslag komen. En hoe beoordelen wij dat dan? Ik geef hier even een korte samenvatting. Je vindt op Blackboard en bij sommige vakdidactie ook in MS Teams, vind je de beoordelingscriteria, de rubric die we gemaakt hebben. Je kunt het hier ook op deze dia lezen. Je kunt eventueel de dia even stilzetten. Ik wil een paar dingen eruit lichten. Het is belangrijk dat je de context schetst van je ontwerp. Een ontwerp is eigen voor jouw situatie,
En dan moet je die ook heel helder beschrijven. Je vakdidacticus moet precies weten wat de eigenschappen van die context zijn, hè? Binnen welke context dat ontwerp is gemaakt. Je moet al het materiaal, je moet het ontwerp erbij stoppen. Je moet voorbeelden van de informatie, van de leerlingproducten, van de feedback van deskundigen, dat moet erbij zitten. En behalve dat je ook nog weer conclusies trekt en aanbevelingen doet, willen we ook graag dat je reflecteert op die rol als docent en onderzoeker. Dus wat heeft dit onderzoek jou opgeleverd? Die dingen haal ik er even uit. Maar er zijn natuurlijk, je ziet het hier op deze slide en je kunt het in de rubric op Blackboard of MS Teams zien. Er zijn natuurlijk nog meer beoordelingscriteria. Nog een overzichtje van hoe zo'n verslag er dan uitziet. Daar krijgen we altijd veel vragen over. Nou, de beschrijving van de context en je vraag is dus heel belangrijk. Er moet wel een beknopt theoretisch kader in zitten. Dat is die onderzoekerscomponent. Dus je moet een aantal vakdidactische en didactische artikelen gebruiken om je onderzoek in te kaderen. Je moet goed je aanpak of methode beschrijven. Je moet je ontwerp en de eventuele uitvoering heel goed beschrijven en zichtbaar maken. Je moet dat ontwerp evalueren en dat mondt uit in een aantal suggesties of aanbevelingen, voornemens, conclusies en misschien ook een verbeterd product. De studenten die een verbeterd product maken, die schrijven vaak ook een iets gerichter verslag. Want je schrijft van een eerste product dat je evalueert naar een verbeterd product. Dus het kan bij voorkeur, willen we graag een verbeterd product ook bij je verslag hebben. En niet te vergeten de reflectie op het onderzoek en jouw rol als docent en onderzoeker. Nou, overleg dit alles ook met je vakdidacticus, want de vakdidacticus begeleidt je en beoordeelt het onderzoek. Het is ook handig om met je stagebegeleider of met je collega's op school te overleggen en met je leerlingen, omdat je hun ook nodig hebt waarschijnlijk bij je onderzoek en zij ook deskundig zijn ten aanzien van je onderzoek. Ik wens jullie veel succes en plezier en voor vragen kun je mij mailen op h.tuithof@uu.nl of kun je terecht bij je vakdidacticus. Dag!